Jos Konjuszczyk, voorzitter van de ondernemersvereniging Haagdijk. Wanneer is het idee ontstaan voor deze schilden? Voor deze uithangtekens is het idee ontstaan in ongeveer 1980. Toen dook er een lijst op met pandnamen in het gemeentelijk archief. Waaronder een lijst met panden op de Haagdijk. Met de nummers en daarbij de namen van de panden. Die soms al uit 1300-1400 stammen. En toen kregen de ondernemers toen de tijd een idee van, nou, we letten op elke pand zetten we een bordje. Een houten bordje en daar graveren we dan die naam in en dat is het dan. Dat is toen niet geworden. En uiteindelijk na heel veel vijven en zessen en heel veel water door de markt zijn we hier uitgekomen op een heel ander project, op een heel ander niveau. Komt u vaak op de Haagdijk? Wij komen heel vaak op de Haagdijk en ook heel graag. Het zit bij ons verwerkt in twee verschillende stadswandelingen. De ene heet Proef de Passie. Er zijn heel veel passievolle ondernemers hier op de Haagdijk. En daar is super gaaf over te vertellen. En de andere die heet gewoon Proef de Haagdijk. Omdat er zoveel te zien is en te beleven is. En zoveel historie te vertellen is. Maar ook eigentijdse dingen over de Haagdijk. En worden de schilden daar dan in meegenomen? Er is op de Haagdijk heel veel te zien. De mensen komen eigenlijk al ogen tekort sowieso op de Haagdijk. En daar waarvan wij weten dat er bij de schilden leuke verhalen zijn, zoals de blauwe hand bijvoorbeeld, daarover gaan wij zeker vertellen. Ja. Beeldcultuur puur sang, werd er net gezegd. Nou, begin het verhaal maar. Hoe is het in zijn werk gegaan? Jos heeft er al iets over verteld. En het was eigenlijk zo dat er werd gevraagd om borden te maken. En borden, dat is eigenlijk een beschilderd bord of iets wat voor ons een beetje voor de hand liggend was. Om dat te doen met die prachtige namen. Die prachtige beelden die meteen in je opkomen als je die namen hoort. Maar kortom, er zit een hoop symboliek in deze schilder. Ja, en dat is zo mooi om daarmee aan de slag te gaan. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd. De uitdaging was eigenlijk voor Klaartje om van het woord wat ze kreeg, want zij kreeg dus een tekst. Ja. Daar moesten we weer een pictogram van maken. De groene papegaai, de Franse lelie of de lelie, hè, de gouden lelie. Ja, die zijn makkelijk, of de kroon. Hè. Maar er zijn peert in de wieg, dat wordt dus echt moeilijk. En ik kreeg dan weer het probleem terug, want Klaartje zei, dit is het in het platte vlak, het beeld. Maar dan moet het nog hangen. En dan moet ik natuurlijk, dan kun je er wel een beugel omheen maken. En dan kun je het beeld kapot maken. Dus dat was dan de truc om vanuit het tweedimensionale, een aanleiding om er een 3D-ding van te maken.